Hallo, lieve vrienden, hoe is het met jullie? Nou, hier is het allemaal goed hoor. Ja, hè? Waarom niet? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken wat dat nou zou zijn. Ik ben benieuwd. Jullie ook? Wat zit in godsnaam? Ach, zo'n zijzebroodjes van de HEMA. Hartstikke leuk, Achmed. Enorme pakken zo'n zijzebroodjes. En kaasbroodjes van de HEMA. Nou, nu kan ik natuurlijk heel hard gaan roepen dat ik al sausijzenbroodjes en kaasbroodjes heb gereviewd. Maar die waren van de Albert Heijn. En daar zie ik een groot verschil in. Want Albert Heijn is een supermarkt en de HEMA is een legende. Want het is heel simpel. Voor mij is de HEMA helemaal fantastisch. De Hollandse eenheidsprijzen maatschappij Amsterdam. Zoek ik even op waar die aan voor staat. Volgens mij Amsterdam. Wat een prachtige winkel is dat. En daar verkopen ze het sausijzenbroodje. Het sausijzenbroodje koop je bij de HEMA. Net als een rookworst. Je kan zo'n smerig ding van Unox pakken uit de supermarkt. Maar ik haal de mijne bij de HEMA. Want die rookworsten zijn toevallig het allerlekkerste. Ik ga nog even verder in mijn verering van de HEMA. Die zwarte t-shirts. Wat denk je? Van de HEMA. Ik ben gek op de HEMA. We kregen hier in ons dorp kregen we een HEMA. En dan zeiden mensen allemaal... Ja, wat moet nou zo'n HEMA in ons dorp? Ik zei, ben je nou helemaal gek geworden? Dat is toch fantastisch? Wat kun je er allemaal niet kopen? Ja, dat weet je eigenlijk niet wat je er allemaal niet kunt kopen. De meeste troep die er bestaat in de wereld, kan je daar kopen. Lekker toch? Nou, hartstikke leuk. Goed. Genoeg de HEMA opgepijpt, want we gaan toch maar eens even proeven. Naar de sausijzenbroodjes en de kaasbroodjes. If you don't mind, neem ik gewoon één per stuk. Heerlijk waar in een waterdeegje. Daar word je gelukkig niet dik vannacht met. Maar goed, koud zijn ze sowieso niet te bunkeren. Dus we gaan even in de oven en dan ben ik straks weer lekker bij jullie terug. Tot zo, kinderen. Hoepie vloepie vloepie, hoepie vloepie vloepie, warme broodjes. Nou, dan gaan we even proeven. Dan beginnen we met het sausijzenbroodje. Moddervet. Ik haal van het bordje af met zien. Van het bordje moddervet. En zo'n sausijzenbroodje hoort ook vet te zijn, maar dit gaat wel een beetje erg ver. Moet je zien. Hier, het loopt er allemaal uit. Zit ik toch mooi mijn eigen helemaal sausijzenbroodjes af te zeiken. Maar het gaat niet over het vet op het bordje. Het gaat over de smaak in je mondje. Dus laten we proberen het sausijzenbroodje. Van de HEMA. Een sausijzenbroodje. Het is niet alleen mokervet. Maar ook slap. In de oven is hij gewoon zacht. Een sausijzenbroodje hoort een harde laag te hebben van bladerdeeg. En dan hap je in een warm sausijsje erin. Dit is slappe troep. En zo vet als mijn pens. Wat krijgen we nou zeg? Misschien heeft het ermee te maken dat je ze zo koopt. Dat ze met z'n vieren in zo'n cellofaantje liggen te zweten. Daar bij hun in de toonbank. En dat ze daardoor niet heel erg lekker worden in het oventje. Want die dingen die je daar bij de HEMA precies koopt, die doen wel. En dit is. En ik zou je vertellen, ik dacht dat het sausijzenbroodje een toppertje zou worden. Want het kaasbroodje, dat is natuurlijk al allemaal niks, want er zit geen normale kaas in. Die is ook bunkerend vet, daar loopt ook het vet uit. Kijk, deze is ook slap. Hier, kijk. Dondert gewoon uit elkaar terwijl ik hem vastpak. Verdikke HEMA! Proef het maar. Ja, hier een kaasbroodje wat totaal gevuld is met een of andere bittere, zure pulp. Met kaas helemaal niks te maken. En hierbij is dat bladerdeeg ook helemaal stompig geworden. Hier, dus gewoon ook helemaal niet lekker. Hier is gewoon een slappe troep. Dit is geen kaas hè, in mijn ogen. Dit is gewoon hier, misschien. Gadverdamme, lijkt wel of je met bijna van de hele dikke vrouw in de navel hebt zitten pulken. Oké, dat was wel heel vies. Oh, nou is het helemaal niet meer lekker.
Mijn handen zijn verdikken zo vet. Ik kan er met mijn ketting mee smeren van mijn fiets. Dit was verschrikkelijk. Dit was een afgang. Zo'n sausjebroodje is eigenlijk ook gewoon helemaal niet lekker. Het zo'n sausjebroodje van de Albert Heijn is veel lekkerder. Het vleesje is ook helemaal niet lekker gekruid. Volgens mij hebben ze een nieuwe bakker, want dit is echt niet te bunkeren, joh. De tranen lopen over mijn wangen, want ik ga dus nu mijn eigen HEMA, waar ik zo'n loftrompet net over opstak, tot de grond af toe boren. Want ik zal je wat even vertellen, HEMA. Die sausijzenbroodjes, dat was jullie merk, dat was jullie dingetje, dat trok mensen. Deze sausijzenbroodjes zijn niet te vreten. Ze zijn slap, nat, vet en niet gekruid. En het bladerdeegje moet in je mond doen, niet afgang. En het kaasbroodje, dat vind ik al sowieso niet te vreten, omdat er geen normale kaas in zit. Maar die is ook slap. En hier de godverdikke, hier de grease loopt over je handen heen. Het is niet te doen. Het is heel vies en ook niet lekker. Heb ik net heel Nederland opgeroepen om bij de HEMA boodschappen te doen. En dan leveren jullie zo'n wanproduct. Niet te geloven. Ik ga volgende week ook maar eens eventjes zo'n rookworst halen. Misschien is die ook niet meer te vreten. Tijd voor de cijfertjes en ik ben boos. Het kaasbroodje, dat is echt een schande. Met die vieze dikke dorrelkaas erin. Het is te vet, het is te slap, het is gewoon een wanproduct. Die krijgt van mij een 2. En een sausijzenbroodje, de reden om naar die godvergeten HEMA te gaan, is eigenlijk nog erger, maar niet zo heel erg, want die kaasreuzel is helemaal niet te bunkeren. Deze, die krijgt een 3. En dat doet pijn in het hartje, want ik kan me nog herinneren dat ik vroeger met mijn omaatje erheen ging, speciaal voor een sausijzenbroodje. Nou, ik denk, als mijn omaatje zo'n slap ding in de waffel had gestoken, dan was het daaraan dood gegaan. Dat ik dit nog mee moet maken. Leuk. Niet leuk.